Hoe was het ook weer? Jacques was erbij en Jolande. En we liepen het huis uit, 's nachts, naar een dromerig ven. En we hadden onze glazen nog in onze hand met een toverdrank. Een tweedrank. En opeens werd het een driedrank. Want Jolande verrijkte het met 7 kruiden van zwartkop. En onze haren kregen een wonderlijke glans. En Jacques wierp er nog mon chéri kersen bij. En we begonnen te zweven in kersenwonderland. En toen voegde de zeikerige stem van Jacques zich ook nog bij mijn eigen slijmgeluid. En toen was er koffie. Ach, het begint allemaal zo onschuldig. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welkom aan boord van onze DC-9 op lijnvlucht naar Rome. De vliegtijd bedraagt 1 uur en 45 minuten en de temperatuur in Rome is 26 graden Celsius. Ik wens u een aangename voortzetting van de reis. Ja, ja. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We vliegen op het ogenblik op een hoogte van 10.000 voet. Het weer is fraai en de buitentemperatuur bedraagt min 43 graden Celsius. Op deze lijnvlucht naar Rome had ik u op dit moment graag gezegd dat u rechts onder u de Mont Blanc kon zien liggen. Maar sinds enkele ogenblikken zit er hier een meneer naast me die me iets hards en kouds in de nek heeft geduwd. En verteld heeft dat het toch beter is dat we niet naar Rome vliegen, maar richting Madrid. Hoewel ik deze mening niet geheel en al deel, zult u toch zo aanstonds het Spaanse hoogland onder u voorbij zien glijden. Het is in Madrid prachtig zomerweer en de temperatuur bedraagt 29 graden Celsius. This is your captain speaking. De stad die u zo even onder u voorbij zag gaan, was de hoofdstad van Spanje, Madrid. Dat we daar niet landen, komt omdat die meneer, waarover ik u zo even al verteld heb, en bij wie zich nu ook een andere passagier heeft gevoegd, die beschikt over enkele handzame explosieven, omdat die meneer dus bij nader inzien de voorkeur geeft aan bestemming Algiers. Algiers is de hoofdstad van de sinds 1960 onafhankelijke staat Algerije. Het weer in Algiers is bijzonder fraai. De temperatuur bedraagt 31 graden Celsius. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Het weer in Rabat is bijzonder fraai. De grondtemperatuur bedraagt er op dit moment 32 graden Celsius. Rabat heeft een modern goed geoutilleerd vliegveld en Nederland onderhoudt met het Koninkrijk Marokko hartelijke betrekkingen. Tot nu toe. Intussen hoop ik dat u de veiligheidsvoorschriften die zich in de stoelleuning voor u bevinden niet ongelezen hebt gelaten. This is your captain speaking. Aan de horizon ziet u de prachtige grote Atlantische Oceaan die we nu pal westwaarts zullen oversteken wanneer ik althans de korte inhoud goed weergeef van het gesprek dat ik zo even met mijn beide gasten in deze kleine ruimte heb mogen voeren. Aan het eind daarvan zult u het eiland Cuba zien liggen. Waren het niet dat de actieradius van een DC-9 maximaal 9000 kilometer bedraagt, zodat het zowel voor het toestel als voor uw gezagvoerder toch nog een hele tour zal worden. Het is mij bekend dat u alle een pelgrimsreis ondernam naar Rome en morgenochtend door de paus in audiëntie zou worden ontvangen. Hoewel ik moet aannemen dat deze afspraak niet door kan gaan, meen ik er toch op te mogen wijzen dat de kans nu zeer groot is dat u op korte termijn kennis zult maken met een nog hogere instantie. Ik dank u. De trein komt Rotterdam in rijden. Men ziet dat niets veranderd is. De huizen rij aan beide zijden, die God vergeten droevenis. 2 achterkanten die benauwen, het trieste was goed aan de lijn. En aan het eind ook nog dat grauwe Stieltjesplein. 2 eindeloze huizenblokken, met kamers waar je op tafel kijkt. Balkonnetjes met kolenhokken, een lucht die om te stikken lijkt. En heel de dag het monotone,
gestampt van 100 keer die trein. Daar zal een mens maar moeten wonen. Stieltjesplein. Daar zal een mens in zijn geboren. De achterkant van deze tijd. Wat je te zien krijgt en te horen. Is lelijkheid op lelijkheid. 'S Nachts trilt je bed nog op zijn poten. En flitst het licht door je gordijn. Ver weg word je nog uitgefloten. Stieltjesplein. Daar is een mens snel uitgekeken. In dat afschuwelijke oord. Daar is alleen om de 2 weken een paar uur lol bij Feyenoord. En 's avonds zit je voor de ramen, moe van de dreunen en het gedrein. Je voor je eigen huis te schamen, Stieltjesplein. Men komt per trein de stad in rijden. Men ziet dat niets veranderd is. De huizenrij aan beide zijden, die God vergeten droeven is. Men hoort dat er voor alle mensen gelijke kansen zouden zijn. Men denkt dat zijn hier vrome wensen. Stieltjesplein. Ik moest me laatst weer laten keuren, want ik was 40 geworden. En dat vindt de verzekeringsmaatschappij een flinke leeftijd. Je kan je onderbroek er wel bij aan houden, zegt de dokter. Ik denk, wat krijgen we nou dat ik mijn onderbroek er wel bij aan kan houden? Gaat u daar maar in de hoek staan met uw gezicht naar de muur. Zelf ging die dokter in een andere hoek staan waar die onbehoorlijk tegen me begon te fluisteren. Vijftig. Ik denk, wat maakt hij nou met zijn 50? Ik ben toch 40? Ik fluister dus terug, 40. Maar die dokter IJzeren Heinig volhouden, 50. Dat gaat fout, Kees, zeg ik tegen mezelf. Daar heb je niet van terug. Hoor ik opeens, 1848. Ik denk, hé, dat is kat in bakkie. Dus ik gelijk eroverheen. Thorbecke, er ziet de grond weer. Goed, hè? Maar die dokter Nak, Cero 0,0. Wel, zegt hij, 1672. Ik denk, aha, vader, gaan we die kant op. Daar pak je mij toch mooi niet mee. Dus ik nogal hard, zodat hij het goed kon horen. 1672, einde van het eerste stadhouderloze tijdperk. Rampjaar, oorlog met Frankrijk, Engeland, Münster en Keulen. Het volk is redeloos, radeloos, reddeloos. Johan de Wit wordt door het gepeupel op het groene zootje in Den Haag vermoord. Zomaar zonder hort of stoten komt het eruit. Ik denk, ik ben geslaagd, ik kan door naar de volgende ronde. Mag jij raden wat die dokter zegt? Uw gehoor lijkt me voldoende. Laten we nou eens kijken hoe het met uw gezichtsvermogen staat. Als u even uw linkerhand over uw rechteroog wil leggen. Mos je de aan, roep ik. Weet je wat nou het gek is? Dat ik een verwijsbriefje voor de psychiater heb gekregen. Dokter ja, dokter nee. Het is weer tijd voor onze 4-wekelijkse zondagavondquiz die uw kennis toetst op het gebied van ziekte en gezondheid. Uw quizmaster is weer dokter Aart Giesolf, arts. Dank u wel, dames en heren. Ik geloof dat ik de spelregels niet meer hoef uit te leggen en daarom doe ik het nog even. U ziet allemaal 2 knoppen voor u en na elke vraag drukt u 1 van die 2 knoppen in. Nog even iets voor de kijkers thuis. De 2 teams die vanavond in ons gezellige familieprogramma aantreden zijn respectievelijk een groep zenuwleiders en een groep etters. Als iedere keer nemen we ook nu weer 1 bijzondere ziekte bij de kop en dat is vanavond de colère. En dan komt hier de eerste vraag. Iedereen kan de colère krijgen.
Ik herhaal. Iedereen kan de coleren krijgen. Ja of nee? Denkt u even na en druk nu op de knop. En daar zien we meteen het resultaat geprojecteerd. Ja zegt 33%, nee zegt 67%. Dat valt erg mee. Toen de vraag in het land gesteld werd, bleek dat 90% menen dat we allemaal de coleren konden krijgen. Dat is een bemoedigend begin. Vraag 2. U kunt de coleren krijgen van een rode hond. Ik herhaal. U kunt de coleren krijgen van een rode hond. Ja of nee? Ja, denkt u maar rustig even na en druk nu op de knop. En we zien dat van u alles samen 74% ja zegt en maar 26% nee. En het moet inderdaad nee zijn. Ik zie ook dat er bij de zenuwleiders zelfs niemand het goede antwoord wist. We laten ons niet ontmoedigen. We zijn in ieder geval weer samen gezellig op gang gekomen en gaan vrolijk verder met de volgende vraag. Wat denkt u dat meer voorkomt? Coleren maken de man of coleren maken de vrouw? Ja, denkt u even na en drukt nu op de knop. Ja, dat was een moeilijkere vraag. U had hierbij beide knoppen namelijk moeten indrukken. Het komt namelijk bij man en vrouw evenveel voor. Hangt dat niet samen met het geslacht? Leuk dat u dat vraagt. Maar dat gaan we behandelen in ons volgende programma, wanneer we ons gezellige spelletje spelen. Geslachtsziekte ja, geslachtsziekte nee. In dit NVSH-programma begroeten we vanavond een gast. En wel een gast uit Vlaanderen van onze Vlaamse zusterorganisatie, de... Merci. Uw NVSA eet bij ons de Vlaamse commanditeit zonder winstoogmerken voor geslachtsuitbating. Juist, dokter Van Uffel, hoe is de toestand in uw land? Allee, het is gekend dat wij veel minder van vrijheid kunnen komen te spreken dan jullie in Holland. Ons blad Sextant bijvoorbeeld, dat is bij u verboden, geloof ik, hè? Maar zeker. En het is daarom dat wij nu zinnend zijn van een eigen orgaan in het licht te doen werpen. Getiteld het Zuid-Nederlands geslachtsorgaan omhoog. En dokter, uw actie voor openbare condoomautomaat, hoe verloopt die nou? Wij voeren actie om te geraken tot officiële approbatie voor geslachtshulzen in zelfserviceapparaten. Het is te zeggen, allee, wij zullen ons plan wel trekken, hè? Dokter Van Uffel, wat doet u in Vlaanderen nou met de discriminatie tegen homofielen? Het is juist opgemerkt. Bij ons is het moeilijkste de kwestie van de manvrienden. Oh ja, en dat ligt in het zuiden even moeilijk als de abortus, geloof ik, hè? Het is dat. Precies even moeilijk als de ontvruchting. Het is precies dat, ja. En hebt u op dat gebied een even strenge wetgeving als die tegen de pornografie? Ah, de vuilpennerij. Ja, het is daar zo mee als met het vleesverhuur. Wat zegt u? Vleesverhuur? Maar ja, wat gij daar zegt, het vleesverhuur in de plezierhuizen. Allee, hoe zegt gij dat? De lustmadammetjes? Ja, natuurlijk. Dokter Van Uffel, nog één ding. De contactadvertenties. De contactadvertenties? Ah, Cessa, de vrije stoeireclame. Kijk, madame, merci dat u het daar noemt, want enfin, ik wou de gelegenheid dan nu meteen te baat nemen om... Ja, het spijt me helaas, het is onze zendtijd om en we danken u. Ja, de gelegenheid te baat nemen van een reclame in de micro te plaatsen. Het is deze. Nee, we moeten eruit, meneer Van Uffel. Ja, alleen, madame, ik steek er nog juist in. En ik wil dan als reclame annonceren... Vlaams sympathisant met Hollandse liefhebbers... omgeving Ukkel, veeltijds platgevallen... zoekt penvriendin om in genoegzaam overleg tot vleesverhuur te geraken. Hier is weer Jan Gerritsen, die deze avond uit Tashkent... verslag doet van de nieuwe avonturen van Beatrix en Klaus in Rusland. En dan ben ik u een opname schuldig van een kort vraaggesprek... dat ik vorige week in Moskou heb mogen voeren... met de partijsecretaris Leonid Brezhnev. Mijn vragen werden door een tolk vertaald. U hoort achterin volgens de stemmen van mijzelf, de tolk, de heer Brezhnev en opnieuw de tolk. Meneer Brezhnev, hoe ervaart u het bezoek van prinses Beatrix en prins Klaus? Ik zal het deze vragen voorleggen aan Tovarets Brezhnev. Tovarets Brezhnev... Пьяжня я круга, мачезнецкий, оландарский, Беатрич, Оран, я фай, уля, клаузя, вайдачиш.
Da, Mroske Mazurki. De heer Brezhnev verklaarde dat de gezinnen de hartelijke verhoudingen tussen de Unie van Russische Sovjet-Republieken en het Koninkrijk Nederland, dat gehele volk van die Unie van Russische Sovjet-Republieken, zeer tevreden is over het verdienstelijke bezoek en spreekt de wens uit van heel de Unie van Russische Sovjet-Republieken dat hun hoogheden in een aangename tijd doorbrengen op hun reis door de gehele Unie van Russische Sovjet-Republieken. Geleden. Wie was dat ook weer? Als je werkelijk nog weet hoe die overwinnaar heet, kom meneer, verklaar mij dit raadsel dan een keer. Want het is nergens zo donker, zo triest vanavond en zo koud. Als in al die lege straten van de grote stad van Londen, mijn donker Londen, waar ik meer dan ooit van houd. Ach, je zegt natuurlijk, structurele kwalen, een stuk verouderd denken, eigen schuld en zo. En je hebt misschien gelijk, maar het zit me dwars, want kijk, kijk naar de verliezers, die stelen nu de show. En het is nergens zo donker, zo triest vanavond en zo koud, als in al die lege straten van de grote stad van Londen, mijn somber Londen, waar ik meer dan ooit van houd. Ik denk, er is ergens iets dat niet geklopt heeft in die 30 jaren, maar niemand die het weet, zeker niet de Londenaar met dat oude duimgebaar van het wordt wel beter en moppen bij de vleet. Maar het is nergens zo donker, zo triest vanavond en zo koud, als in al die lege straten van de grote stad van Londen, mijn trotse Londen, waar ik meer dan ooit van houd. Af en toe zie je op de televisie een soort voetbal met hindernissen. Rugby of zo. Nou, kijk er nou wel een jaartje of wat tegenaan, maar ik begrijp er nog steeds de ballen van, hè? Een ploeg heeft 15 man. Nou, persoonlijk vind ik dat verschrikkelijk kinderachtig, zo kan ik ook winnen, ja toch? Nee? En steeds is er weer een knaap die de bal oppakt en ermee wegrolt. Voor mij is dat zuiver eens, maar denk je dat die scheidsrechter fluit? Ben je belazerd, nou laat rustig doorspelen. Maar dat wordt een van die andere gasten toch te gek, hè? Hij duikt die handballen naar zijn benen en wam, daar leggen ze. Typische geval van vrije schop, denk je dan als normaal mens? Vergeet het maar. Al die 30 liefhebbers van een Unox maaltijdsoep duiken in een gigantische kluit bovenop elkaar, zeg. Ja. Komt er naar achteren, ja. Ik denk, spelen ze nou zakdoekje leggen of zouden ze iets zoeken? En ja hoor.
Ze zoeken de bal. Ja. Je ziet dan opeens hoe een van die knapen zich uit de kluwen vecht en met de noodgang de bal onder zijn arm wegrent. Kijk, zo'n bal kan er natuurlijk ook niet tegen, hè? Nee, die is niet mooi rond meer. Ben je gek? Nee, een soort struisvogel eigen worden. Ja. En die gozer onder het rennen dat ei maar tegen zijn lijf persen, zeg. Je ziet hem denken, misschien krijg ik hem wel weer gaaf. Ja. Nou, uiteindelijk geeft hij die bal dan maar een lel richting doel. Ja, zo met zijn handen hoor, net als een keeper. Dat mocht ze. Ja. Nou moet ik nog even zeggen dat dat doel niet eens een net heeft. Nee. En dat die bal huizenhoog overging. Ja. Ik denk, dan zal die scheidsrechter toch wel fluiten, hè? Had je gedacht? Het is cool. Ja. En niet gewoon 1-0 zoals bij normale mensen. Nee, meteen maar 3-0 alsof het niks kost. Kijk, dat vind ik geen sport meer. Dat vind ik korfbal. En dan vragen we nu weer uw aandacht voor onze uitzending voor de Turkse gastarbeiders. Blech hasem smo al lachim beacham ajem gle masam ke boven protese. Nahache beacham nachum tsalachim shme ladam le bachzima gevonden voorwerpen. Asam lo shme chal bala asamot gleze bas mag gemeente reinigingsdienst. Blech hotsam ala hasafavet foute boel. Besla ala no chastim necha bashabi waterloopplein. Ziberut na haratsu alacha, ayut paraplu. Ha 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 ha.